Welkom bij Gouwestad Informatief. Wanneer word je opgenomen op de afdeling geriatrie van het Groene Hart Ziekenhuis? Hoe patiëntvriendelijk is het daar? En vooral, wat gebeurt er dan allemaal met je? In februari van dit jaar zond Gouwestad Televisie het eerste deel uit van een reportage over deze afdeling. Gouwestad gaat in dit deel 2 verder op onderzoek uit. In februari van dit jaar zond Gouwestad Televisie een reportage uit over de mate van seniorvriendelijkheid die het Groene Hart Ziekenhuis werd toegekend in de vorm van een keurmerk. Om meer te weten te komen over de werkwijze van de afdeling geriatrie van het ziekenhuis volgden we acteur-patiënt de heer Plezier. Die volgden we bij het intakegesprek met de verpleegkundig specialist van de afdeling. In deze aflevering maakt u kennis met de heer Boekstra, ook een acteur-patiënt. Ook hij is na een intakegesprek doorverwezen voor nader onderzoek naar de afdeling geriatrie. Goedemiddag, heren. Eet smakelijk. Dat zie je niet veel in een ziekenhuis. Pannetjes. Net als thuis. Het ziet er zo goed uit. Het is goed voor ons om als Gouwestad ook eens een kijkje te gaan nemen hier in de keuken. Want ik denk dat de catering prima verzorgd is. Het is echt heel huiselijk. U zit ook in de huiskamer en u heeft een gezellig bordje eten. Oudere patiënten, wat voor soort medische problemen komen hiervoor? Ja, dat kunnen van allerlei verschillende problemen zijn, maar de specifieke problemen die we met name bij ouderen veel zien, dat is dat oude mensen heel vaak vallen en dat ze vaak last hebben van verwardheidsproblematiek. Wat heel vaak in het ziekenhuis voorkomt is dat oudere mensen die voor een bepaalde aandoening in het ziekenhuis opgenomen zijn, ook een delier krijgen, een acute verwardheidstoestand. Dus dat zien we heel erg vaak en dat is ook de reden dat andere afdelingen ons vaak betrekken bij ouderen, patiënten. In het ziekenhuis. Als we het over ouderen hebben, oudere patiënten, over welke leeftijdsgrens praten we dan? De meeste mensen zijn wel echt oud, dus rond de 80. Rond de 80. Of ouder, ja. Maar we zien ook wel eens jongere patiënten. En moet ik dan vooral denken aan geheugenproblematiek? Nee, dat helemaal niet zozeer. Dat is wel wat veel mensen vaak denken, dat geriaters met name patiënten behandelen die bekend zijn met een dementie bijvoorbeeld. Maar we zien ook heel veel patiënten die helemaal geen geheugenproblemen hebben. Zorgen jullie er ook voor dat ouderen ook actief zijn zodra ze hier worden opgenomen? Nou, dat is denk ik het mooie aan de afdeling geriatrie, dat we hier een hele mooie huiskamer hebben waar in principe iedereen die daartoe in staat is naartoe gaat om de dag door te brengen. En daar worden dan activiteiten gedaan. En dat zijn dan zowel lichamelijke activiteiten als geestelijke activiteiten om juist iemand ook in het ziekenhuis zo actief mogelijk te houden. We hebben eerder kennis gemaakt met de heer Plezier. Ja. Die had ook meerdere problemen. Die waren vooral van medische aard. Dit is wel de afdeling waar hij gewoon verder geholpen kan worden. Als geriaters kijken we inderdaad naar de mens als geheel. Waarbij we naar de somatische, de lichamelijke klachten kijken. Naar de geestelijke klachten kijken. Naar hoe iemand functioneert in het dagelijks leven. En dan proberen we op al die punten waar mogelijk verbetering te krijgen. En ik denk dat dit voor iemand met verschillende problemen, iemand die op oude leeftijd is en verschillende problemen heeft, dat dit zeker een goede afdeling is. Ja. En betekent dat dan ook in dat geval dat hij zoveel langer hier zal moeten worden opgenomen? Langer dan op een andere afdeling? Nee, ook hier houden we de opname zo kort mogelijk en kijken we al eigenlijk vanaf dag 1 naar waar iemand het beste naartoe kan wanneer hij het ziekenhuis weer uit kan. Waarbij we er altijd naar streven dat iemand gewoon weer naar huis toe gaat. Meneer Boekstra, heeft u het gesmaakt? Heerlijk, heerlijk. Wat vond u het lekkerste? Toetje. Weet u waarom u hier bent? Ja, ik ben nogal vergeetachtig de laatste tijd. En dat, of ze daar wat aan kunnen doen, dat weet ik niet. Daar hebben we ook nog niet over gesproken. En ja, mijn zenuwen in mijn voeten en in mijn vingers, die doen ook raar. Ja. Dat is in combinatie met elkaar. Daar is een verband, denkt u? Ja, dat denk ik. Of het is allemaal qua leeftijd. Nou, dat is dan spannend wat er allemaal te gebeuren staat. U heeft straks de gesprekken en we horen graag straks weer. U bent gisteren hier in het ziekenhuis opgenomen, hè, begreep ik. Ja. En de reden dat u werd opgenomen was dat het geheugen wat achteruit ging. Ja. En dat het lopen ook wat moeizaam ging.
Ja, klopt dat? Ja, dat klopt allemaal. Ja. Ja. Heeft u ook begrepen wat we hier in het ziekenhuis gaan doen tijdens deze opname? Nee. Want wat we de komende dagen willen doen, is dat we de fysiotherapeut hebben gevraagd om wat onderzoeken met u te doen. Om te kijken naar hoe het lopen gaat en of dat veilig is. Ja. En we gaan ook een testje doen om te kijken hoe het gaat met het geheugen. Ja, ja. Dus dat gaat ergens deze week plaatsvinden. Ja, ja. En is dat dan iedere dag? Of moet ik het gewoon afwachten tot u komt? Wat ik verwacht is dat de fysiotherapeut een aantal keer langs zal komen en meerdere testjes met u zal doen. Ja. En we gaan één keer een kort testje doen om te kijken hoe het met het geheugen is. Ja, ja. Maar u zal hier meerdere dagen zijn en ik kom elke dag bij u langs om te kijken hoe het gaat. Ja. En de verpleegkundige die ziet u nog veel vaker. Ja. Nou, kom morgen dan met koffietijd. Komt dat u beter uit? Nou ja, dan kan ik trakteren. En wat wilt u dan trakteren? Nou, wat u lekker vindt. Want bent u binnenkort dan jarig? Ja. Wanneer bent u jarig? 17 november. En weet u ook welke dag het vandaag is? Ik geloof toch nog in juni. We zitten al helemaal aan het eind van juni, maar november, dat is het nog even niet. Oh. Heeft u voor nu nog andere vragen? Ja, gaat dat nog over? Het geheugen weer wat beter wordt, ja, bedoelt u? Ja. Nou, wat ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we er eerst achter komen hoe het komt dat u wat meer vergeetachtig bent de laatste tijd. Ja. En daar hebben we meer onderzoeken voor nodig. Ja. Had jij nog bijzonderheden voor op het moment? Nee, niet. Nou, dan wens ik u het allerbeste. Dan lopen wij weer verder. Meneer Boekstra, u heeft net een gesprek gehad met de geriater. Hoe is dat gegaan? Ja, goed. Ik blijf hier een paar dagen en dan gaan ze alle handelingen na en kijken hoe dat, waar dat vandaan komt. Ze gaan onderzoeken doen. Weet u ook welke onderzoeken u krijgt? Ja, dat heeft ze wel gezegd, maar dat durf ik niet. Ziet u er tegenop of denkt u, laat maar komen die onderzoeken? Laat maar komen. Ja, daar ben ik hier. Ja. Als je aan geheugenproblematiek denkt, dan denk je net vaak aan dementie. Maar dat hoeft niet per se verband te houden met elkaar. Nee, er zijn natuurlijk heel veel mensen die geheugenproblemen hebben, die vergeetachtig zijn. Dat ben ik ook wel eens. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat er dan sprake is van een dementie. Het liefste willen we, wanneer we echt een dementie onderzoeken of iemand een dementie heeft, willen we dat het liefste testen wanneer iemand niet in het ziekenhuis is opgenomen. Omdat er dan allerlei andere factoren nog kunnen meespelen die ervoor zorgen dat het geheugen slechter is. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen we deze meneer nog een keertje terug willen zien op de polykliniek om het uitgebreider te onderzoeken. Ja, ja. En vervolgens, hij wordt in ieder geval nu in combinatie met zijn evenwichtsproblematiek, ja, wordt hij verder onderzocht. Ja, dat klopt. Ik wil nog even terug naar die geheugenproblematiek tot slot. Ja. Omdat ik denk, zoals u zelf ook zegt, heel veel mensen kampen daar wel mee. Ja. Wanneer trek je nou aan de bel? Met name wanneer mensen zich natuurlijk zelf zorgen maken. Ik denk dat dat altijd een reden is om dan naar de huisarts toe te gaan om te kijken of er vervolgonderzoek nodig is. En dat vervolgonderzoek is met name nodig wanneer de geheugenklachten er ook voor zorgen dat mensen in het dagelijks leven niet meer goed kunnen functioneren. Dus niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of meer hulp nodig hebben.